In Nederland is er een loonverschil van 16% tussen mannen en vrouwen. Vrouwen die exact hetzelfde werk doen, worden toch vaak slechter betaald dan mannen. Ik ben in IJsland, waar het wettelijk helemaal dichtgetimmerd is dat mannen en vrouwen dezelfde kansen en rechten op de werkvloer hebben. Die IJslandse vrouwen, die hebben het dus beter voor elkaar. Maar daar hebben ze wel wat voor moeten doen. In 1975 maakten ze al een enorm statement door massaal te staken. 90% van de vrouwen legden het land plat door niet te koken, geen was te doen en al helemaal niet naar hun werk te gaan. Mannen moesten hun kids meenemen naar kantoor, scholen waren dicht, kranten konden niet worden gedrukt. En deze staking zorgde ervoor dat een jaar later er een wet kwam die gelijke rechten voor mannen en vrouwen garandeerde. IJslandse vrouwen zijn dus van oudsher feministisch. En ook de nieuwe generatie laat graag haar stem horen. It's only the two of you, but the daughters of Reykjavik is actually a lot bigger, right? Yes, it's 11 of us. Do you feel the revolution coming on? Look at what we've done, look at what we made. Would you say that your group, that you consist of feminists? Our group is always labeled feminists, but we're not necessarily talking about feminism all the time. But I mean, we're 9 women on stage that are all friends and having fun together on stage. Yeah. And basically, we are taking up a lot of space and aren't like making excuses about it. So I think that's our biggest message. It's just to not be afraid to take space, not be afraid to like be an amateur or make mistakes or, you know, just try new things. Women very often feel that if they're gonna say something and they're gonna make people listen, they're gonna have to say something very important. And I think it's very important to actually take up space and say something that's not important, just like, because that's what, you know, men have the freedom to do. So just the mere fact of 11 girls having fun, making music, doing what they want to do, and sometimes having a message, sometimes not so much, is in itself a feminist act? Yeah, definitely. I would much rather want my like daughter to see that than seeing a woman that's always constantly, you know, you watch her always like saying struggling to should fight for what should be hers instead of just taking it. Like, you just need to fucking take it. Yeah.